Na de winst tegen Almere City bereidt NEC zich deze week voor op het duel tegen FC Dordrecht. Jack, laten we beginnen met de zieke boeg. Ik zie weinig verandering nog wat dat betreft. Nee, volgens mij niet. Hetzelfde als vorige week zo'n beetje. Dus dat betekent dat Tom Overtoom nog niet kan spelen. Neem ik aan dat je het middenveld van afgelopen weekend wel intact zal houden? Dat is nooit vanzelfsprekend, want we kijken altijd weer naar de volgende wedstrijd en hoe dat we die kunnen winnen. Dus, maar wat betreft blessures, ja, Tom is nog niet fit genoeg. Nee, en de rest is ook niet. En met een 5-0 overwinning lijkt er weinig reden tot wijzigingen, want het zag er best aardig uit volgens mij. Ja, dat is dezelfde vraag als net, maar kijk, over de opstelling doe ik sowieso nooit uitspraken. En nogmaals, we kijken altijd weer naar de volgende wedstrijd. Het zou best kunnen hoor dat er één of twee posities wisselen, maar ja. Dat is een vraag voor jullie. Ja, daar gaan wij naar gokken. Dan naar Dordrecht, natuurlijk een wat lagere groepjes in dit elftal. Een uitwedstrijd waar je graag denk ik de zegenreeks wilt voortzetten, dus hoe ga je er tegenaan? Nou ja, wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Dat hebben we eigenlijk al een hele lange periode gedaan. En we willen graag wedstrijden winnen om stappen op de ranglijst te maken. En dat hebben we dan tegen Almere gedaan. Daardoor stijg je twee plekjes op de ranglijst. En daarvoor is de wedstrijd tegen Dordrecht ook weer belangrijk. Want ja, dat weten we. Alleen met 3 punten kan je stappen maken op de ranglijst. En 2 overwinningen achter elkaar, dat is sinds september niet meer gebeurd. Ik denk dat het voor het vertrouwen wel erg goed is richting mijn Roda, wat er daarna komt, dat best een moeilijke wedstrijd is, of niet? Ja, maar ook daarin kijken we naar de eerstvolgende wedstrijd en die willen we graag winnen. En kijk, weet je, in dit seizoen moet je niet kijken van welke series hebben we neergezet. Zowel niet positief als negatief. We moeten gewoon kijken naar de eerstvolgende wedstrijd en daar moeten we goed op voorbereiden. En dat hebben we gedaan en dan is het zaak om 3 punten te pakken. Vrijdagavond om 20:00 FC Dordrecht tegen NEC.